Zaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Startgevallen is een betere. Albert Schermer andermaal goed vertrokken met voorsprong. Maar ja, in die eerste meters komt die Edovine er al aan. En elke klap is raak en hij staat naast erop en erover, denk ik. Oh, hij zat mijlenver weg ten opzichte van Albert Schermer. Edovine heeft hier een duidelijke voorsprong. Van zeker een lengte of 6. En zo gaat het gezelschap de laatste 50 meter in. Met Edovine die al aangevochten naar een 2-0 dreigt eraan. Ja hoor, inderdaad. Edovine 2-0 door naar de tweede omloop. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. De start is gevallen en Duke Beugelswijk in de linkerbaan met voorsprong hard aan het werk. Frans van der Blok in de achtervolging met zijn co-zwageman. En dus krijgen we weer een fantastische tweestrijd op het punt halverwege. Ja, en hij zal heel hard moeten lopen, co-zwageman, want Duke Beugelswijk is ontketend. Co-zwageman die gaat er alles aan doen om te proberen Duke Beugelswijk terug te halen, maar dat is onbegonnen werk. Duke Beugelswijk die is absoluut de snelste en die winst de kampioenschap is door. Op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. De start is gevallen en Edovine is in de rechterbaan een beetje weifelend van start. Maar ondanks dat toch nog wel goed van start. En in de linkerbaan moet Tourjeu dan counteren. Ja, Tourjeu had nog even een nip de leiding. Maar tegen Edovine is geen kruid gewassen. Want Edovine neemt de hoogte van het middenstek al een lengtevoordeel. En zal hij waarschijnlijk ook niet meer uit handen gaan geven. Paar hebben nog een paar meter te gaan. Edovine die leidt. Edovine wint 2-0 door de op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. De start is gevallen en nou kan Timmy aan de bak. Die moet in de achtervolging op Duke Beugelswijk, die een perfecte start kende en er als een pijl uit de boog vandoor ging. Ja, die Timmetje aan die heeft dan toch nog wel een lengte of twee toe te rijden. Het is veel meer. En Duke Beugelswijk, ja, die wacht niet. Het is net de Tour de France. Die wacht ook op niemand. En Duke Beugelswijk die gaat met 3 lengte voorsprong richting finish. John de Leeuw accepteert nederlaag. En laat het aankomen op de kamprit, want deze rit is voor Duke Beugelswijk. Op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. De start is het geval en we gaan een mooie rit krijgen. Althans, dat leek erop tot het Timmy H terugvalt in zijn oude gewoonte springen. Vlak na de start en dat weer van de weg voor het kasteel Duke Beugelswijk om verder te bekeren. Wat een fantastische aanwinst voor de korte baan. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. De start is gevallen en de voorsprong is er voor Edovine. Een gezonde voorsprong. Edovine is fantastisch vandaag in Hoofddorp. Maar die Andreas Wagerman nogmaals vlak hem nooit uit. Ja, Andreas Wagerman die zal alles op alles moeten zetten. Maar dat zelfs nog niet genoeg. Want Edovine die leidt hier met een voorsprong van 7,92. Andreas Wagerman wordt in de overdrijf gebracht. Edovine met voorsprong en Edovine houdt de voorsprong. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Startgevallen, fantastische start voor Zenit Hannover. Die komt al aardig met Barbert in de buurt. Maar Barbert, als hij eenmaal weg is, dan vindt hij nog een tweede, misschien een derde, nog wel een vierde versnelling. Of is het spannender, Bart? Nou, Barbert is wel op tour hoor. Barbert heeft een lengte, anderhalve lengte voorsprong. En ja, Zenit Hannover die is in de achtervolging. Maar ik waag te betwijfelen of die nog wat in de melk kan brokkelen. Want Barbert is werkelijk ontketend. Barbert die wint ook de tweede ritje door naar de buurt. Op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Startgevallen, bliksemstart voor Elegance Fanatic. Nu de draf eronder houden en dan eens kijken of je die tank van je lijf kan houden. Duke Beugelswijk moet jagen op Elegance Fanatic. Ja, Duke Beugelswijk die komt er weer op krachten en op toer. Elegance Fanatic heeft er een hele kluif van om die van zich af te houden. Dat lukt ook niet. Duke Beugelswijk neemt een neusvoorsprong. Elegance Fanatic vecht voor wat hij waard is. En zo gaan ze dan in hevige strijd verwikkeld. Op weg naar de finish, maar ook dit is weer voor Duke Beugelswijk. Op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. De start is gevallen en de voorsprong is er voor Elegance Fanatic in de linkerbaan. Edovine zal nu alle zeilen bij moeten zetten om dat gat nog te dichten. Maar Atmos zou Atmos niet zijn als hij het niet ging proberen. Fantastische rit! Elegance Fanatic gaat keihard en hij heeft nog altijd een lengte voorsprong. En Edovine is serieus in de problemen, want rijdt dat maar eens goed. Maar kijk dan toch, daar komt hij nog een keer. Edovine, maar Elegance Fanatic die kan geen stand houden. Edovine, wat een klasbak! Als je uit die positie nog kan winnen, nou dan ben je een hele vrije. Maken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. De start is gevallen en Barbert is goed weg, maar dat mag ook gezegd worden van Duke Beugelswijk. En dus kunnen we het nodige vuurwerk gaan verwachten met Barbert en Duke Beugelswijk. Martin, hoe staan ze ervoor? Barbert die heeft nog altijd de leiding. Duke Beugelswijk die heeft 3/4 lengte achterstand. Als ze de laatste 100 meter ingaan, Barbert en John de Leeuw nog altijd. Hij wordt wat gemaakt, maar hij heeft nog altijd nip voorsprong. En daar komt nog één laatste poging van Duke Beugelswijk. Maar die valt de overwinning. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Startgevallen.
En Jude Beugelswijk die heeft er even niet zoveel zin meer in. Dat betekent dat Barbert zonder tegenstander op weg kan gaan naar de gelijkmaker. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Startgeval en Barbert met een gigantische voorsprong op Jude Beugelswijk. Maar Jude Beugelswijk is inmiddels ook op het parcours en gaat de achtervolging inzetten. Ja. Barbert zou het eigenlijk niet meer mogen ontgaan. Maar ja, met een tegenstander als Duke Beugelswijk weet je het nooit. Maar de voorsprong voor Barbert is dermate groot dat Duke Beugelswijk echt de Pegasus-vleugels aan moet binden. En Barbert die gaat hier met voorsprong richting de finish. En Barbert wint ook de kampioen. De start is gevallen. Galopaan in de rechterbaan voor Elegance Fanatic. Duke Beugelswijk gaat andermaal op weg naar een fantastische derde plaats. Wat een geweldige smaakmaker hier in Hoofddorp. En daar mag u eigenlijk best voor in dan. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. De start is gevallen. We hebben in de linkerbaan Barbert met de voorsprong op Edo Venus. Barbert met een hele gezonde voorsprong. Ja, Barbert heeft een hele gezonde voorsprong. Die voorsprong is zelfs zo gezond dat hij eigenlijk niet meer in te lopen is. Dat realiseert Raad in het bol zich. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. De start is gevallen. Goede start voor Barbert in de rechterbaan. Goede start voor Edo Venus in de linkerbaan. En dus strijd tot op het laatste moment hier in Hoofddorp. En nou krijgen we vuurwerk. Barbert in de rechterbaan. Maar hier is Edo Venus erop en erover. Edo Venus neemt de leiding over. En heeft met 50 meter te gaan een gezonde voorsprong op Barbert. Edo Venus met Apels. Die gaat de rechtstraatje toetrekken. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Startgevallen. Super start voor beide paarden met Barbert in de linkerbaan. Die andermaal moet zorgen dat die Edo Venus van het lijf weet te houden. Apels knoert er hard aan het werk. Geldt ook voor John de Leeuw. Mark van de finale. Ja, Barbert moet zorgen uit de hoeven te blijven van Edo Venus. En Barbert doet dat met verve.